1986 vond de eerste levertransplantatie plaats hier in Rotterdam. Ik stond daar als jonge derdejaars geneeskundestudent en toen dacht ik van, stel dat ik dat ooit zelf zou kunnen. Dat leek me zo machtig. Mijn onderzoek gaat over het optimaliseren van bewaarmethoden van donororganen ten behoeve van orgaantransplantatie. Het is op dit moment heel belangrijk dat we die methode verbeteren, omdat er een tekort is aan donororganen. We moeten eigenlijk elk orgaan wat mensen willen doneren, moeten we ook optimaal kunnen gebruiken. En dat is bijna voor elk orgaan weer een ander type apparaat. Voor een long, voor een lever en voor een hart heb je een ander apparaat nodig. Al die apparaten hebben als kenmerk dat je het lichaam nabootst en dat je zwaar een vloeistof die lijkt op bloed er weer doorheen stroomt. En dat je daarmee via die vloeistof, zuurstof en voedingsstoffen naar het orgaan brengt. Het meest inspirerende van het onderzoek is dat we in de laatste 10 jaar hebben aangetoond dat die techniek daadwerkelijk meer transplantaties oplevert.